Hey daar, breinpiraatjes. Hebben jullie ook zin in een ontdekkingstocht samen met ons, de breinpiraten? Vraag aan jullie mama of papa om dit boekje te downloaden van onze website www.breinpiraten.be en dan nemen wij jou mee op de leukste ontdekkingstocht die je ooit hebt mogen beleven. We gaan onze ontdekkingstocht doen met een boot. En vandaag leer ik jullie hoe je die boot kan maken. Misschien kan je het al, maar let toch maar eens goed op. Wat heb je nodig? Een wit blad papier, zoals dit hier. Je vouwt dat mooi op die manier samen. Zie je? Goed. En dan gaan we het nog eens in twee vouwen. Zoals ik het hier nu doe. Zo. Maar dan, als we dat gedaan hebben, openen we het terug. Zie je? En dan moet je eens goed kijken. Je hebt nu zo'n streep in het midden. Hè? Zie je? En een kant die open is en een kant die terug dicht gaat. Nu, je legt de gesloten kant van boven. En dan ga je dit hier zo vouwen. Voilà. En dit ga je ook zo vouwen. En dan krijg je ja, zo'n soort pijl. Hè? Zie je? Ziet dat er bij jullie ook al zo uit? Ik ga het eens wat dichter tonen. Zo. Goed. En dit hier is wat open. Nu, dit hier, kijk goed, ga je zo omplooien. Ah. En dan gaan we dat ook zo omplooien. Zie je? En nu krijg je een piratenhoed. Kijk, als ik dit zo wat open trek, dan heb ik mijn allereerste piratenhoed die ik zo of zo kan opzetten. Hey, cool hè? Ja, we gingen een boot maken hè. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan die kleine driehoekjes zo netjes omplooien. En dat gaan we langs hier ook doen. Zie je, dan krijg je zo een mooie rechte lijn. En aan de andere kant mag je dat ook doen. Okay. Zo en zo. Zie je? Nu lijkt het wel alsof we, als je het zo beneden en je houdt het open, het is precies een frietzakje. Heb jij plots ook niet ongelooflijk veel zin in frietjes? Nu, we gaan die frietzak zo houden en we gaan hem zo, zie je, samen nijpen. Voilà. Nu hebben we een gesloten frietzak met precies een open bekje. Zo. Wel, trek dat bekje verder open en plooi het om, zodat de hoekjes aan de buitenkant elkaar weer raken. Zie je, dat gaan we hier ook doen. Zo. Voilà. En dan zou je ja, een soort klein frietzakje moeten krijgen. Zie je? Die frietjes, die zitten nu wel echt in mijn hoofd. Hè. Wat gaan jullie eten vandaag? Dus, we hebben nu dit. Wel, we gaan het terug als een frietzakje nemen. En we gaan het terug samen duwen, zoals daarnet. We hebben twee keer hetzelfde gedaan. Zie je? En dan heb je een gesloten kant. En je hebt zo'n kant die, als je eraan trekt, open gaat. Zie je? Zoals dit hier. Dit lijkt wel een kikker. Hallo, lieve kinderen. Dit ben ik en ik kan spreken. Zoiets. Maar wat we gaan doen is, we trekken dat open en kijken eens wat er tevoorschijn komt. Jouw eerste papieren boot. Zo. Prachtig. Wat ik jullie nu ga vragen om te doen tegen morgen, dat is deze boot, want dat ben jij nu. Je gaat met deze boot varen. Helemaal mooi in te kleuren. Echt mooi, mooi. Maak er de mooiste boot van die je ooit gemaakt hebt. Zowel de buitenkant als de binnenkant. Die mag je helemaal kleuren en vol tekenen. En je mag er ook jouw naam op zetten. En morgen werken we met die boot verder. Tot dan. Ahoy!